Goedemiddag kijkers, namens DVS TV heet ik u van harte welkom bij de wedstrijd Spakenburg DVS 33 Ermelo. De wedstrijd van vanmiddag staat onder leiding van de heer Roeleveld en die wordt ondersteund door zijn twee assistenten, de heer Huiben en de heer Vogelsang. De wedstrijd staat op het punt van beginnen. En daar fluit de scheidsrechter voor het eerste maal. Spakenburg heeft afgetrapt, meteen een bal naar voren. Basiel kan daar goed wegkoppen. En, nummer 12, Kai Velda, speelt rustig terug op Roald de Vries. Bal gaat over de zijlijn. Roald de Vries in de lichtrichting van Ali Akla. Wordt daar wel wat geduwd, maar dat kan verder door Kai Velda. Daar ligt ruimte aan de kant. Dat is jammer. Dat daar weer goed verdedigd wordt door die Matthijs Blijham. Yassin Koet had daar de bal. Inmiddels balbezit voor Mike Arends. Kai Velda tikt terug op Pinassi. Goede combinatie daar met Mike Arends. Nee, er zit een speler van Spakenburg tussen. En dan gaat de aanvoerder. Die geeft daar een goede bal op de nummer 9. Kees Tol. Die heeft heel veel ruimte voor zich. Wat gaat hij doen? Dat is een goede redding van Paul Epping, zeg. Dat was toch wel een hele goede bal. De aanval is nog niet over. Goed verdedigd van Edmund Meijner. Kan hij de bal binnenhouden? Nee, het wordt een cornerbal. Sterk begin van Spakenburg hier. Verdediging van de DVS moet goed opletten. Komt die corner. Bij de eerste paal hoor ik op de lat. Komt DVS goed weg. Mike Arends heeft nu balbezit. Ali die komt er overheen. Een fout terugspeelbal. Camara let niet op. En wat gaat Paul Epping daar doen? En daar valt de 1-0 door een foute terugspeelbal. Basiel Camara gaat daar ook niet helemaal vrij uit. Maar de bal daarvoor was natuurlijk niet goed. Spakenburg komt op 1-0 voorsprong. Dat is al heel vlot in de wedstrijd. Ik schat dat we 5 minuten hebben gevoetbald. De grensrechter heeft op dit moment verzorging nodig. Tijd om even een drinkpauze in te lassen voor de voetballers. De spelers verlaten op dit moment het veld. Ongetwijfeld dat voor de blessure van een van de grensrechters is. Ik weet niet wie het is, maar dat zullen we zometeen nog wel horen. De spelers verlaten het veld allemaal. Joran van Santen. Edmund Meijner. Yassin Koet. Komt daar goed langs. Geeft de bal op Ali Akla. Combineren met elkaar, Yassin Koet. Mike Arends. Goede beweging. Kan het spel naar de andere kant verplaatsen. Roald de Vries. Kai Velda. Roald de Vries. Kai Velda combineert daar met Yassin Koet. Roald de Vries, ja, het is een goede bal op Yassin Koet. Kan de 16 meter binnen en daar komt er een kans voor DVS. Christian van den Kamp kan daar zijn voet net niet hard genoeg tegen aanzetten. Mike Arends. Pinassi. Edmund Meijner. Moet helemaal terug op Joran van Santen. Maar keurige beweging, Edmund Meijner. Kijken of hij de spitsen kan vinden. Ali Akla. Ai. Dat is wel goed gecombineerd daar met Christian van den Kamp, Yassin Koet. Mike Arends daar een prachtige bal op. Yassin Koet kan nog hebben. Die speelt de bal net voor de... Die gaat op de keeper door. Een botsing daar met de keeper. Hij speelde de bal net te ver voor zich uit. Zodat hij de bal iets dichter bij zich kan houden, had dit een mooie kans op kunnen leveren. Keeper raakt daarbij geblesseerd. Kan hij opstaan? Basiel Camara, in richting van Mike Arends, maar die ging over hem heen. Christian van den Kamp daar in duel, die nummer 2.
Oostinje. Voetbalt zich daar keurig onderuit. Verplaatst het spel naar de andere kant. En we zijn inmiddels bij Blijham. Linksback. Dominique Scholten. Van der Meirakker. Blijham. Zijn captain Forstermans. Draganovic schuift mee in. Draganovic weer. Speelt de 16 meter. Een prachtig hakje daar op die nummer 10 Tourier. En die schiet de bal naast. Goeie aanval van Spakenburg. Komt die corner van Dominique Scholten. Goed weggekocht door Yassin Koert. Kees Tol gaat schieten. Schiet de bal over. De scheidsrechter blaast af. De eerste helft. Tussenstand. Spakenburg, DVS 1-0. Scheidsrechter fluit voor de tweede helft. Twee ongewijzigde teams. DVS meteen in de aanval. Een bal op Ali Akla. Kan aan de zijkant. Kan hij de bal controleren? Fel op zijn huid gezeten daar. Dominique Scholten kan wegwerken. Yassin Koert kan oppakken. Maar geen combinatie daar met Mike Arends. De bal in de richting van Kees Tol. Kan daar gelukkig niet bij. Keeper dit er weg in de richting van Van der Meirakker. Die kopt hem door. Pinacci kan oppakken. Yassin Koert. Ali Akla. Ali Akla. Houdt balbezit. Kai Velda. Keurig gevoetbald. Edmund Meijneer. Joran van Zanten. Kai Velda. Goed verplaatst naar de andere kant van het veld. Robert de Vries. Mike Arends. Robert de Vries. Ingooi voor DVS. Ali Akla. Borst terug op Robert de Vries. Mike Arends. Yassin Koert. Kai Velda. Keurige combinatie daar hoor. Christian van der Kamp houdt daar de bal vast. Pinacci, kan die daar tot een schot komen? Nee, wordt goed verdedigd. Mike Arends. Kai Velda. Oh, een keurige combinatie daar. Oeh, een mooie aanval opgezet door de Christian van der Kamp. In samenwerking met Kai Velda. Bal verdwijnt net naast. Mogelijkheid voor DVS. Daar komt die bal. Daar komt die van de Meijerakker goed uit. En die heeft nu ruimte. Edmund Meijer zit hem achteraan. Komt die bal voor. En daar kan die Kees Tol bij die bal. En die geeft hem door aan die Gourier. En daar een fantastische redding van onze keeper Paul Epping. Edmund Meijer. Kai Velda heeft ruimte. Kijk eens of hij kan opstomen. Roel de Vries hier aan de linkerkant. Maurice de Ruiter. Speelt daar de bal, jammer. De bal richting Van der Meirakker. Hij neemt hem er heel goed aan op zijn borst. Gaat hij schieten. Wat gaat er gebeuren? En een prachtige redding van Paul Epping. Op het schot van Danny van der Meirakker. De maker van de eerste goal. Corner Spakenburg. Van der Meirakker. Goed verdedigd daardoor Yassin Koert. Mogelijkheden misschien nu. Dat is een goede bal op Mike Arends. Maar daar kan Ali Akla ook nog bij. Ali Akla. Mogelijkheid voor DVS nu. Komt de bal daar bij Mike Arends. En die heeft daar ruimte. Wat gaat hij doen? Dan gaat hij proberen zijn man voorbij te komen. Gevaar nu weer een beetje weg. Maar kan hij de bal nog voorzetten? En daar is de 1-1. Prachtig. Kai Velda mag de 1-1 maken tegen Spakenburg. Op aangeven van Mike Arends. In de 78ste minuut komt DVS op 1-1.
Bijl. Waarschijnlijk de laatste aanval die Spakenburg nog rest. Voordat DVS toch hier voor een stunt kan zorgen. En Mike Arends goed verdedigd daarop, maar is de ruiter. Mike Arends, die heeft ruimte voor zich, heeft alle tijd. Heeft Ali Akla nog bij zich. Gaat een actie maken daar in de 16 meter. Ah, verspeelt daar de bal. Die Bijl die komt daar goed teruglopen. Tol met de corner. Basiel Camara kan daar goed zijn lichaam gebruiken. En de speler van Spakenburg kopt de bal naast. En ik moet mijn woord gebruiken, mensen. Fantastisch resultaat hier. 1-1 Spakenburg tegen DVS. Moe gestreden, maar een fantastisch resultaat. Ik bedank u voor het kijken namens DVS TV. En wens u een prettig weekend.